Ik ben Annemarie Geurts van het magazine Tuinseizoen. Vandaag ga ik voorjaarsbloeiende bollen in een pot planten. Voorjaarsbloeiende bollen, zoals tulpen en narcissen, staan heel leuk in de border. Maar je kunt ze ook in een pot planten. En het leuke van potten is dat je deze op een prominente plek neer kunt zetten, zodra de bollen in het voorjaar in bloei staan. Een leuke manier van bollen in een pot zetten is ze in lagen te planten. Dit noem je lasagnebeplanting. En het voordeel is dat je dan verschillende bloeitijden kunt creëren, kunt combineren, waardoor je een heel lange bloei hebt. Vandaag ga ik deze drie bollen planten. En dit is een klein bloemig narcisje, narcis Jack Snipe. Die bloeit al in maart, april, wordt slechts 20 centimeter hoog en die geeft heerlijk geurende bloemen. Nou, daarna komt dan deze in bloei, dat is een witte narcis Thalia. Die wordt iets hoger, zo'n 30 centimeter. En dan daarna komt deze bijzondere papegaaitulp in bloei, Estella Rijnveld. En ja, die bloeit april, mei. Dus door zo achter elkaar de bloeitijden te kiezen, heb ik daar een blikvanger die wel 6 weken mooi is. Ik zal laten zien hoe je zo'n lasagnebeplanting toepast. Je hebt er allereerst een grote pot voor nodig. En een pot met goede drainagegaten. Kijk, hier zitten al grote gaten onder in de pot. En dat is omdat de potgrond anders in de winter te nat wordt en de bollen dan makkelijk wegrotten. Nou, om nou te voorkomen dat de potgrond makkelijk wegspoelt uit die gaten, doe je er onderin eerst wat potscherven. Die potscherven die zorgen ook meteen voor een waterbuffer. Dat betekent dat ze overtollig water opzuigen. En als het droog is, bijvoorbeeld in het voorjaar, staan ze dat vocht weer af aan de potgrond. Dus je hoeft dan ook de potten minder water te geven in het voorjaar. In plaats van potscherven kun je ook hydrocoal gebruiken. Je vult eerst de pot tot zo'n 15 à 20 centimeter onder de rand met goede potgrond. En dan plant je de bollen die als laatste bloeien, in dit geval de papegaaitulpen. Plant de bollen wel altijd met de punt naar boven. In een pot mag je de bollen altijd wat dichter op elkaar planten dan in de volle grond. En zorg ervoor dat ze in ieder geval de pot niet raken. Breng hierop potgrond aan en zorg dat de bollen net bedekt zijn met een laagje grond. Druk de grond lichtjes aan. En plant hierop de bollen die als tweede in bloei komen. In dit geval zijn dat deze witte narcissen. Zorg dat je de bollen niet bovenop elkaar plant. Kijk, hier staat een tulp. En dan zet ik deze narcissen ertussen. Bedek ook deze laag met een laagje potgrond. En druk dat weer een beetje aan. En hierop komen dan de bolletjes die als eerste bloeien. In dit geval deze narcis Jack Snipe. Nou, en dan volgt de laatste laag potgrond. Wil je nou meteen al een fleurige pot, plant dan in de bovenste laag wat winterviolen. Winterviolen die bloeien de hele winter door, behalve als het vriest. En ze bloeien door tot ver in het voorjaar en die bloembollen die piepen daar gewoon tussendoor. Nou, deze pot zet ik bij de voordeur. Dat ziet er meteen heel gezellig uit. Geef de pot meteen na het planten water. Dan kunnen de bloembollen meteen al worteltjes vormen. Gaat er nou in de winter hard vriezen? Zet de pot dan op een beschutte plek. Of wikkel wat noppenfolie om de pot heen. Meer tuintips vind je in ons magazine of op de website tuinseizoen.com.